kunstje wordt. Maar iedereen krijgt daar juist de ruimte om zijn fantastische kunnen en zijn hele artisticiteit te ontplooien. En dus ook niet geremd wordt door het notenschrift. Dus iedereen heeft daar zijn eigen oplossing voor verzonnen. En dat maakt het juist zo boeiend dat je 5 totaal verschillende aanpakken hebt. Op een domein van de verbeelding en van de fantasie en van ook de vrijheid. En daar kan je dus een bepaalde utopie trachten te realiseren. En dat is erg bijzonder als dat dan lukt. Natuurlijk nooit helemaal zoals je het je voorstelt. Want ik dacht, alle instrumenten van de hele wereld, maar je moet je natuurlijk beperken. Maar uiteindelijk... Thank you.